Oranje bevindt zich in Siberië, waar hij doorheen de ijzige vlakte op zoek is naar kapitein Haddock. Maar die zit momenteel in Vladivostok. De absurditeit der eindigheid en de snelheid van de tijd bezorgen de mensen zorgen en wensen en depressiviteit, mijn beste Bobby. Plots hoort Kuifje een melodie die hem sterkt in deze filosofie. En voor hij het weet, begint Kuifje te zingen. Mijn allergie voor deze melodie bezorgt mij de kop van de koe. Figuurlijk gesproken wel te verstaan. Oh, ik haat deze muziek. Ze maakt mij zo ziek. Bij elke noot lokt mij de dood. Bij elke maat lokt mij de vaat. Plotseling verandert de stem van de verteller in de stem van het Kuifje en vice versa. Maar niet voor lang, want ik ben hier ook nog, dames en heren. En wie ben ik? Een Jommeke natuurlijk. Jawel, een Jommeke. Hallo Kuifje, hoe maak je het nog? Verschrikkelijk! Niet alleen is mijn kuif vervroren, maar door deze afschuwelijke muziek is hij nu ook nog van mijn hoofd afgevallen. En Bobby loopt ermee weg. Waf, 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 waf. Bobby, kom terug, Bobby. Waf, 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 waf. Ach, Kuifje, trek het je niet aan. Hier, pak wat van mijn haardos en maak er een kuif mee. En... Nee, dank u vriendelijk, Jommeke. Ik blijf liever gewoon mezelf. Dan voortaan als kopje door het leven in plaats van kuifje. Dat is mannentaal. En ze beleefden nog vele spannende avonturen, maar dan wel op een andere plaats.